De medische zending slaat haar vleugels uit naar Frans-Guyana om de vaccinatiebereidheid onder binnenlandbewoners te vergroten. In de afgelopen 2 weken heeft de medische zending missies uitgevoerd naar nederzettingen van Marons en inheemsen in Frans-Guyana. Zij heeft de traditionele gezagdragers en hun gemeenschappen aldaar betrokken in de strijd tegen het COVID-19-virus. De missies waren op uitnodiging van de directeur van het Centrale Hospitaal in Saint-Laurent. De missies zijn verder ook bijgewoond door de overkoepelende organisatie voor inheemsen en Marons in Frans-Guyana. Medische zending gaat ervan uit dat bewoners aan beide kanten van de Marowijnenrivier blijven geïnformeerd moeten worden over deze ontwikkelingen en levert daarom haar bijdrage. Deze gemeenschappen wonen in 2 landen, maar de informatie moet eenduidig zijn. Deze samenwerking zal in de toekomst in samenspraak met de regionale gezondheidsdienst RGD worden voortgezet.